welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, kleine ondernemersbeurs gestart in Wanica. Instituut ter bevordering van investeringen in Suriname goed op weg. Commissie Cybercrime Security geïnstalleerd. En Veiligheid Brokopondo heeft volledige aandacht, regering. Vice-president Michael Ashwinadin heeft in opdracht van president Desiree Bouterse gesprekken gevoerd met een delegatie van IAM Gold Rosebel Goldmine. In het overleg dat op donderdag 1 augustus plaatsvond, waren ook aanwezig de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen Sergio Akimboto, Stuart Getrouw van Justitie en Politie en Ronnie Benschop van Defensie. Tijdens dit gesprek werd van de regeringswegen gesteld dat zij de veiligheid van medewerkers, bewoners en haven en goed voorop stelt. We hebben als aangegeven dat wij een, met de familie sowieso ons medeleven hebben betuigd. Dat is heel belangrijk. En we kijken natuurlijk minister NH, de regering, ook IAM Gold is met de familie goed in contact. Zodat we daar eerst natuurlijk de geruststelling geven aan de ene kant in het dorp. Aan de andere kant medeleven en de ondersteuning die we kunnen bieden. Daar garanderen. Dat is zaak nummer 1. 2. Er is een onderzoek gaande over het incident specifiek, ook over wat allemaal daarvoor is gebeurd. En een heleboel aanloop van mensen daar die daar naartoe geleid heeft naar een zekere spanning. IAMGO gaat ook hun zaken goed evalueren met hun security. En het komt erop neer, er zijn actoren die betrokken zijn en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. En ook Makamboa, ook de regering van haar zijde. En ik zeg, wij hebben er genoeg aangrijppunten gevonden in de meeting met IAM Gold om binnen 1 à 2 weken terug in operatie te zijn. Dat is belangrijk. Dat we met het dorp ook zitten, daar de geruststellingen geven. Ook aan de andere kant met IAM Gold nu kijken hoe kunnen we snel in operatie. Want u begrijpt, dat zijn allemaal werknemers van Suriname, van de verschillende dorpen die daar werken. Die willen weer terug aan het werk. Hun veiligheid moet gegarandeerd zijn, veiligheid van de mensen daar zelf ook. En men heeft het over vertrouwen gehad, het vertrouwen moet terugkomen. En men denkt dat in 2 weken wij dit zaakje samen met de regering vanuit haar zijde, IAM Gold, naar hun employees toe. Dat we het vertrouwen weer terug kunnen herstellen, die operational plan uitzetten, zodat we in 2 weken weer fully operational zijn. We hebben gesproken over hoe de beveiliging, welke nu in het gebied er al is, aan te scherpen, hoe we dat gaan doen. De minister van Defensie heeft gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om met zijn bevelhebber in contact te treden en heeft terstond de opdracht gegeven dat er morgen vanuit Paramaribo versterking naar daartoe gaat. Ja, er gaat nog een groep militairen naar de aanwezige groep om die te ondersteunen. De korpschef heeft ook gelijk contact gemaakt. De groep die nu in dat gebied is, gaan we ook sowieso versterken. Bij dat andere gesprek bevond de kapitein van Koffiekamp. Hij was er ook aanwezig en hij bracht ook onder de aandacht dat hij niet lang terug het verzoek had gedaan om de politie permanent te accommoderen in het gebied. Dat nemen we ook mee, want het is van belang dat de politie constant daar aanwezig is. Anders moeten ze vanuit andere delen van Brokopondo constant afreizen naar daar, snap je toch, om de surveillance op te voeren. Maar de zichtbaarheid, de constante aanwezigheid, daar gaan we naartoe werken.
En daar beginnen we nu al naartoe te werken. Nou, nadat alles dat gebeurd is, is de enige manier om weer het vraagstuk op te lossen en weer over te gaan tot de orde van de dag, is dialoog. En dat hebben we opgepakt met de verschillende stakeholders om dat stukje verantwoordelijkheid bij ze neer te leggen zonder te verwijten. Maar iedereen heeft een taak, een rol, een verantwoordelijkheid min of meer uit te oefenen, zodat we herhaling hiervan kunnen voorkomen. Uit dat gesprek hebben we duidelijk kunnen halen dat het niet de mensen van Nieuw Koffiekamp zijn die voor dat ongerief hebben gezorgd. Het is duidelijk naar voren gekomen. Mensen komen vanuit andere gebieden. En het zijn niet alleen onze Marons. Het zijn allemaal gelukszoekers die voor onrust komen zorgen. Ze hebben duidelijk aan ons aangegeven dat ze een poging zullen wagen om heel binnenkort dat gesprek met die jongens aan te gaan. Ja, met die illegale goudmijners. Het resultaat van dat gesprek wachten we af om dan dat als vertrekpunt te nemen, hoe wij dan de communicatie zullen aangaan met hun. Er zijn bepaalde oplossingsmodellen aangedragen, die gaan we uitwerken, nader bespreken met hun. We hebben het ook al gebracht onder de aandacht van I Am Gold. Al bij al, als we de handen in elkaar slaan, dat hebben de mensen van I Am Gold ook aangegeven, dat we toch wel tot een duurzame oplossing kunnen geraken. Er is geen enkel andere manier om vertrouwen te winnen, met dingen met elkaar te doen om weer te herstellen. Makamboa moet gezien worden als gesprekspartner vanuit I Am Gold. En waar ze de skills ontbreken, waar ze de competentie ontbreken, de capaciteit ontbreken om een bepaalde afspraak na te komen of dingen te doen, dan moet het ondersteund worden. En ik denk ook wel dat ook Makamboa de respect moet opbrengen voor het bedrijf. Je hoeft niet eens te zijn met de deal en de wijze waarop tot stand is gekomen, maar je kan ook je hele leven lang niet blijven protesteren daartegen. Het is een vaststaand feit dat het land Suriname heeft zich gecommitteerd aan een deal. We hebben een deal gesloten met het bedrijf. We moeten gewoon leren daaruit en de volgende deal beter doen. Zo zie ik dat. En niet te lang emotioneel blijven hangen over een vraagstuk. En elke keer weer onze slechte handelingen proberen te schuilen daarachter. Het is niet goed voor geen enkel partij. En we moeten gewoon als land eerlijk zijn naar elkaar. Als partners, als stakeholder betrokken in het proces. Om onder de gegeven omstandigheden dit vraagstuk op te lossen, dat we op lang termijn voordelen kunnen raden. Niets anders. Er zijn wat proposals gedaan, voorstellen gedaan in het dorp. En dat gaat ons wel de rust geven. Het was een hele goede meeting vandaag met Makamboa. Hele goede meeting met I Am Gold. Ook met de familie, hele goede band. Dus wij denken dat de zaak totaal genormaliseerd is binnen 2 weken. Instituut ter bevordering van investeringen in Suriname, Investuur in het kort gezegd. Wij praten daarover met meneer Ike Antonius, die u meer over deze instantie of dit instituut zal vertellen. Meneer Ike Antonius, welkom in onze uitzending nogmaals. Wat is de taak van Investuur? Dank u wel, in ieder geval, voor de gelegenheid in ieder geval dit gesprek met u te hebben vandaag. De taakstelling van Investuur is vastgelegd in de wet op Investuur. En daar is aangegeven waarmee Investuur zich zou moeten bezighouden. En de naam zegt het al, het Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname. Het leek me opportuun om ons niet slechts te houden aan hetgeen nu staat in de wet. Ja. Omdat wij de mening zijn toegedaan na consultaties met belangrijke stakeholders, dat de taakstelling van Investuur mogelijkerwijs herzien zal moeten worden. Op dit moment lijkt het meer op een administratieve taak, ja. Om het dus kort toe te lichten. Maar wij willen gaan naar een iets ruimer mandaat. Hetgeen impliceert dat wij behalve de promotie van investeringen ook willen werken aan exportbevordering. En dat zullen wij alleen kunnen doen wanneer regelgeving wordt aangepast. Ja. Wanneer de regering achter eventuele verandering van de regelgeving staat. Dat moeten wij natuurlijk gaan motiveren. En wanneer alle stakeholders in dezelfde richting kijken wat betreft de rol die Investuur als instituut voor aantrekken van investeringen of
de promotie daarvan in het buitenland en exportbevordering kan gaan vervullen in Suriname. Ja. U heeft het al zo'n beetje gehad over de stakeholders. Maar hoe belangrijk is het om in contact te blijven en goed in contact te blijven met de stakeholders? Nou, het is zeer belangrijk. Ik ben blij met deze vraag. Ik denk dat op permanente basis wij in dialoog moeten treden met de stakeholders. Okay. En wanneer wij praten over stakeholders, praten wij niet slechts over de publieke sector. Wij praten ook over de private sector. Okay. Wij hebben in kaart gebracht de diverse vakministeries die een rol hebben te vervullen bij investeringsaangelegenheden. Ook het bedrijfsleven heeft een rol te vervullen. En Suriname Business Forum, kan ik noemen. Daarin participeren ook andere sectoren of andere vertegenwoordigingen van het bedrijfsleven. Ja, ja. Denkt u maar aan de VSB, denkt u maar aan de ASFA. Bij de publieke sector maken wij een onderscheid over voorwaarden, tussen voorwaardenscheppende ministeries. Ja. Ministeries belast met het bevorderen van sociaal-maatschappelijke indicatoren. Er zijn productieministeries. En er zijn ministeries met een bestuurlijke functie. Ja, dus ministeries. Het onderscheid dat wij maken, als voorbeeld wil ik daarbij hanteren, zeg maar, handel en industrie is een productieministerie. Ja, ja. LVV is een productieministerie. Maar voorwaarden scheppende ministeries zijn niet minder belangrijk dan een productieministerie. Ja, ja. LVV heeft de algehele verantwoordelijkheid wanneer het gaat om beleid op het gebied van landbouw. Maar je zal landbouw niet kunnen ontwikkelen, of de landbouwontwikkeling niet kunnen bevorderen, als er geen ontsluiting is rond gebieden die als geschikt voor landbouw zijn geïdentificeerd. Ja, ja. Dan heb ik het over toegangswegen, ik heb het over ontwateringssystemen en daar komt openbare werken bij kijken. Klopt. Als openbare werken telecommunicatie, als voorwaardenscheppend ministerie. Dus zo hebben we een aantal actoren in beeld gebracht met wie wij willen gaan zitten. Ook belangrijk om mee te nemen is dat bij de vakministeries er ook parastatalen zijn die daar verbonden zijn. Dat geldt voor LVV. Ook die hebben wij in beeld gebracht. Ook met die zullen wij separaat gaan zitten. Om te kijken dus waar wij als instituut een rol kunnen vervullen voor de desbetreffende actoren. Maar ook waar de desbetreffende actoren voor Investuur een rol kunnen of hebben te vervullen. De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, ondersteund door de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Danielle Feira, heeft de commissie Cybercrime Security geïnstalleerd. Door toenemende cyberaanvallen en cybercrime in Suriname en de voortdurende digitaliserende wereld is het noodzakelijk om onze ICT-infrastructuur sterk te verbeteren. Wat is het belang van de commissie? Ze moeten ervoor zorgen dat de aanvallen die we natuurlijk als land, maar ook de bedrijven in het land, de overheid, zou kunnen verwachten. Maar we hebben ook gemerkt dat die reeds al heeft plaatsgevonden. Ervoor te zorgen dat er mitigerende maatregelen worden samengesteld om het te voorkomen. Iemand die in het buitenland zit en op een van onze bankiers systeem kan hacken om geld af te troffelen. Om andere problemen te laten ontstaan. Het kan heel desastreus gaan worden. En om dat te voorkomen natuurlijk, moet je natuurlijk deze zaken in place hebben. Hoe je het gaat aanpakken, niet alleen, maar hoe ga je het voorkomen? Want niet wanneer het is gebeurd, moet je rennen. Je moet ervoor zorgen dat het niet gebeurt. En als het zou moeten gebeuren, dat er genoeg veiligheidskleppen zijn om het tegen te houden. En dat is natuurlijk als opdracht meegegeven, dat ze dit strategisch helpen aanpakken. Het is nog steeds natuurlijk een aangelegenheid, kunt u zeggen natuurlijk, van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Vandaar dat natuurlijk dat zeker ook erbij is als een van onze vooropgestelde bedrijven, organisaties in Suriname, die dagelijks met dit soort zaken bezig is. Maar het is heel divers. Iedereen in Suriname die te maken heeft en die de deskundigheid heeft natuurlijk is erbij betrokken. Ook bankiersvereniging is erbij betrokken. Dus iedereen gaat natuurlijk helpen denken vanuit hun discipline hoe zaken zo goed als mogelijk kunnen worden uitgewerkt om te voorkomen.
Het gaat echt om voorkomen, omdat je absoluut niet wil dat systemen die we in Suriname gebruiken, of het systemen zijn die de overheid gebruikt, of systemen die de private sector gebruikt, dat die natuurlijk vervuild raken of dat hackers de ruimte krijgen om dus in te sluipen met allerlei systemen. En uw systeem, misschien gaat het niet eens lukken om, om geld eruit te halen, maar dat ze het gewoon platleggen, dat ze het beschadigen. En dat kan natuurlijk met heel veel problemen gepaard gaan en dat willen we gewoon voorkomen. Deze dag is een heel belangrijke mijlpaal voor Suriname. Omdat, zoals u weet, we altijd in de informele sfeer bezig waren geweest op de achtergrond om dus onze cyberaanvallen te mitigeren. Nu dat we dus officieel zijn ingesteld, mogen we dus zeggen dus dat we ook een betere samenwerking kunnen hebben met internationale partners om dus zaken beter aan te pakken. Dus het is een heel belangrijke stap voor geheel Suriname. Maar zijn er de afgelopen periode, sinds de commissie samen is, cyberaanvallen geweest? In vorig jaar wel zijn er wat zware cyberaanvallen geweest. En het punt wat ik wil benadrukken is, op weg naar de komende verkiezingen, is het meestal altijd zo in elk land, dat wanneer er verkiezingen zijn, de cyberaanvallen toenemen. Dus dat is wetenschappelijk ook bewezen. Wat we gaan doen is dus echt voorbereid zijn, ook vooral op de komende verkiezingen, dat we dus deze cyberaanvallen tegen kunnen gaan. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld fake news, men maakt vals nieuws, fake Facebook profiles, fake accounts. Men probeert dus allerlei manieren te bedenken om dus verkiezingen te, in de war te brengen. Dus daarvoor gaat deze commissie ook zich sterk voor maken dat de, eigenlijk de verkiezingen heel ordelijk verlopen en dat er zo min mogelijk cyberaanvallen zijn op dat gebied. Is onze ICT-infrastructuur in Suriname ready voor de Cybercrime Security Plan? Dat is een mooie vraag. We zijn althans Suriname en met deze namen ook vooral Telesur, ook de andere providers, maar vooral Telesur is bezig dus het infrastructuur van Suriname op een heel hoog niveau op te bouwen. Je kan je herinneren, vroeger hadden we koperverbinding met een dial-up verbinding. Je moet eerst inbellen naar een telefoon voordat je verbinding kan krijgen naar het internet. En nu zijn ze dus bezig met het fiberproject glasvezel. De backbone is dus in principe al in orde. Maar nu zou het verder gedistribueerd moeten worden naar mensen thuis, fiber to the home. Dus wat het infrastructuur betreft zit Suriname al heel goed, mag ik trots op zijn. En ook een voordeel wat we hebben, wat vele mensen niet weten. Suriname heeft dus eigenlijk ook twee datacenters. Eén van de overheid, waarop dus al onze data centraal en veilig kan worden opgeslagen. En ook Datasur, dus dat is een zusteronderneming van Telesur. En we mogen trots zijn dat we ook onze eigen datacenter in het land hebben. Beste kijkers, het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in samenwerking met het districtscommissariaat Zuidoost-Wanica hebben een driedaagse beurs opgezet. Deze beurs is voor klein ondernemers. Dit ter stimulering en bevordering van het ondernemerschap. Op donderdag 1 augustus is deze beurs van start gegaan. Nou, in ieder geval hopen wij dat er een bewustwording komt bij de mensen in Wanica dat wij moeten produceren, dat we meer moeten gaan ondernemen en meer moeten gaan produceren. Bent u verrast van wat u allemaal heeft gezien? Ja, helemaal. Ik moet zeggen, van de crafts ben ik zeer van onder de indruk geweest. Maar ook de creativiteit die de ondernemers hier zetten in hun product, dat is helemaal goed. Vindt u dat we genoeg ondernemen? Nee, absoluut niet. Ik denk dat we sowieso veel meer moeten gaan ondernemen.
Het is niet alleen bij zo'n beurs. We moeten het ook op de schoolbanken introduceren. We hebben ondertussen lesbrieven ontwikkeld samen met het ministerie van Onderwijs om meer ondernemerschap ook bij onze kinderen te brengen. Zal het alleen blijven in Wanica of zullen de andere districten ook hiervan mogen genieten? Het gaat zeker niet blijven in Wanica. Dit is in navolging van de Made in Parabeurs die onlangs is gehouden. En we hebben gemeend om dit soort initiatieven samen met de DC en de stakeholders hier, de ondernemers, lokale ondernemers, om iedere district te belichten. We zijn begonnen in Para, nu is Wanica aan de beurt en we zien de enthousiasme bij de mensen. En ik denk dat we dat zeker gaan doortrekken. Deze beurs geeft een meerwaarde aan het district, zeker als we denken aan onze jonge ondernemers, jonge startende ondernemers, die een platform krijgen om hun waarde te tonen. We hebben in samenwerking met het ministerie van HI, hebben wij vanaf januari 2018 hebben wij ondernemers zodanig getraind, of burgers zodanig getraind, dat ze zelfvoorzienend kunnen zijn. En niet gewoon een training, ze hebben getraind om businessplannen te schrijven en zeker ook het financieel gedeelte te kunnen beheren. En daarvoor ben ik het ministerie heel erg erkentelijk, maar zo ook wil ik aangeven aan geheel Suriname dat samenwerking met diverse actoren toch wel heel veel met zich mee kan brengen. De producten die u vandaag heeft uitgesteld op de beurs, maakt u ze zelf? Ja, al deze producten maak ik zelf op de hand. En van waar het idee om dit te creëren? In het begin ben ik gestart met kraaltjes en die vond ik toen niet exclusief genoeg. Dus dacht ik van ik begin met iets exclusiefs. Ja. U bent vandaag op de beurs, de mensen komen bezichtigen. Welke informatie geeft u ze? Niemand heeft nog naar informatie gevraagd, maar als men naar informatie vraagt, is het meer omtrent als jonge ondernemer. Dus is het meer informatie hoe je eigen onderneming te runnen. Heeft u ook de training gevolgd van het ministerie van HINT? Ja, ik heb wel vorig jaar heb ik wel een training gevolgd voor ondernemerschap. Ja. Heeft dat een beetje op weg geholpen? Ja, zeer zeker. Wat wilt u aan de mensen zeggen thuis die ook zo handig zijn net als u? Hou je creativiteit niet voor jezelf. Ga naar beurzen, zodat je je creativiteit kan tonen. En zo krijg je ook je klanten, zo verbreed je ook je klantenkring. Wat maakt u allemaal? Ik maak sieraden van wire wrappingdraad, African print en kraaltjes. Dank u wel en succes. Dank u wel. VP, is dit initiatief een goede boost voor de kleine ondernemers? Ja, voor Wanica zeker. We weten Wanica heeft bijzonder veel potentie. En vanaf van jonge jaren kunnen we nog herinneren Ornanibo. Van rijst tot meubelmakers tot landbouwers. Als je vanaf kleins af dat hebt gezien, ben je bijzonder blij dat er nu meer ondernemerschap. Ook veel vrouwen, dat is ook heel bijzonder. Ze zijn blij dat ze de trainingen van handel, industrie, business planning, ondernemerschap, toch een businessplan schrijven, dat soort dingen meekrijgen, zodat ze ook hun financieel beheer goed doen. En we proberen alles zo laagdrempelig mogelijk te doen. We weten met KMO-fonds ook dat er lage microkredieten ook zijn. We zeggen onze economie, de ruggengraat is onze kleine en middelbare ondernemerschap, dus zoveel mogelijk dat stimuleren. En dat doet je goed om te zien hoe creatief en hoeveel durf de mensen hebben, vooral de vrouwen. Maar om te ondernemen heeft altijd natuurlijk risico's. Ik weet dat hij de begeleiding geeft om te kijken. Soms is er certificering en dat soort zaken zijn er nodig. Ook om te kijken of je exportmarkt kunt vinden. Een Surinaamse wijn zoals hier, met Surinaamse vruchten gemaakt. Van jamon. Het is toch geweldig om dat te hebben en thuis te kunnen geven. Ook aan eventueel buitenlanders. En dat ook geëxporteerd kan worden. Dat maakt je wel trots om te zien dat je uit de Surinaamse vruchten, we hebben laatst gezien uit ijs, dat men ijs, dus ice cream maakt uit Surinaamse vruchten. Ook zo'n mooi innovatief product, maar ze moeten het ergens ook kunnen afzetten als ze dus grootschalig willen gaan. Dus we stimuleren de mensen zoveel mogelijk en alle die potentie hebben we stimuleren we zeker wel.
was het dan weer voor wat betreft Focus. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.